Yo, kijkers van de Mikey Aftala. Leuk dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe video. Vandaag ga ik eens een video maken van mijn attractie top 10 van 2017, ongeveer waar ik in ben geweest dit jaar. Deze video's die ik in mijn top 10 zet, die heb ik al eerder opgenomen, eerder gemaakt. En die ga ik nu in mijn top 10 zetten. Net, we gaan beginnen met nummertje 10. Het is Villa Volta. Dat is een huis wat draait, die muren draaien voor de kop, de banken waar je al in zit. Dus ik zou zeggen, kijk lekker mee naar een onwijd van Villa Volta. Komt ie dan. Yo kijkers, zoals jullie konden zien, was dit Villa Volta, leuk huis, gethematiseerd. En wel leuk gethematiseerd, je hebt een bank waar je zit. Zoals jullie konden zien, draait hij helemaal, ook die muren en ook de banken waar je in zit. Eerlijk gezegd best leuk gedaan, we gaan gelijk naar nummertje 9. En dat is Joris in het Rek, is een houten achtbaan. Zeg maar je nou, houten achtbaan, wat heb je daarover? Nou, een houten achtbaan. Ik ga jullie de vier banen laten zien en hier komt hij. Lekker!
Yes. Nou kijk eens, zoals jullie konden zien, is dit de Talokan in Fantasialand. Type leuke attractie. Een paar keer over de kop heen gegooid. Via geslingerd in die bank. Echt heel leuk. We gaan nu door naar de Nou kijk eens, zoals je kunt zien, Blue Fire Online, je wordt afgesloten een paar keer over de kop, weet je wel, heel leuk. En ja, dus zoals je kunt zien, je wordt afgeschoten en zo, weet je wel, door magneten. We gaan nu door naar nummertje 7. Dat is de Baron 1898. Dat is een dive coaster en dus staat in de Efteling. En ja, dan ga je omhoog en op een gegeven moment blijf je boven hangen en laat je los, dan ga je echt naar beneden. Het is echt superleuk. Ja, het is ja, superleuk. Ik vind zelf dat als je bovenin hangt, dat je even blijft hangen. Vooral de eerste rij is leuk. Ik zou zeggen, kijk lekker mee. Kijk eens, we gaan nu door naar attractie en nummertje 6. Dat is de
Kijk eens, ze zeggen, waar zit de Goliath? En ja, superleuke tractie en weet ik het. Is nou in blauw. Is was hij groen en nou is hij in blauw geverfd. Nou, we gaan lekker door naar nummer 5. Dat is de Talcon of Talocan, of weet ik het even precies uitspreekt. Die staat in Evadazieland. En nou, ze maakt die hem rondrijdt. Ik zou zeggen, kijk lekker mee. Jokers, zoals jullie zeggen, zijn jullie toen ik in de, weet dat, die Talcon ben geweest? Ik super leuk in zijn bank. En die ben jij, zoals jullie kunnen zijn boog. En die bank gaat een paar keer over de kop. En echt heel leuk. En dan gaan we door naar nummertje 4. Nou luister, dat is de Silverstar, weer van Thuisland. Een hele leuke attractie, een leuke achtbaan. Is vrij hoog. Die gaat lekker snel, dus ik zou zeggen, kijk lekker mee. Naar deze onwaard. Lekker!
Ik vind het wel lekker, ik bedoel, dit is niet echt, man. Te lekker. Dit is wel lekker. Zeker lekker, die zilver staart. Yo kijkers, dit was Silver Star. Hele leuke attractie, heel leuk. En we gaan nu door naar nummertje 3. Dat is de Express Platform 13 in Walibi Holland. Dat is een achtbaan waar je in gelanceerd. Lanceerachtbanen, die vind ik echt heel leuk. Vooral als je stilweg, dan word je begint altijd stilgezet. En in één keer word je afgeschoten. Super leuk, dus ik zou zeggen, kijk lekker mee. Lekker. Nou kijkers, zoals jullie kunnen zien was dit Platform 13. Hoe lekker glas, wat sanceert erin, wat stilgezet in een lange gang en dan word je afgeschoten. Paar keer over de kop, leuke lange baan, echt. En ook, ik vind hem echt super leuk gedaan. Nu gaan we naar attractie nummer 2. Dat is de Vliegende Hollander van de Efteling. Dat is echt
leuke achtbaan. Het is een sloep. Het lijkt op een sloep. Het is eigenlijk een coaster. Het lijkt een beetje op bootjes. En dan ga je een stukje varen. En op een gegeven moment ben je in de achtbaan. En in één keer weet ik het wat allemaal. Ik zou zeggen, kijk, lekker mee. Lekker. Kijkers, dit was de Vliegende Hollander, onwijd weer, echt superleuke attractie, echt leuk gemaakt hoe het er allemaal uitziet, echt, ik vind hem echt heel leuk. En nu gaan we naar nummertje 1. Jullie wel denken, wat is mijn nummertje 1? Dat is de Taron in Fantasieland. Die is leuk, dat is ook een achtbaan waar je gelanceerd wordt, echt mijn nummer 1. Hierin heb ik ook zelf gevlogd, dat ga ik ook zo laten zien aan jullie. Ben je echt afgeschoten? Niet één keer, maar twee keer. Ik zou zeggen, kijk lekker mee. In de Taron, we gaan lanceren. Lekker! Lekker man!
Nou, zoals jullie kunnen zien, kijkers, dit was de Taron, was mijn nummer 1. Nou, vonden jullie deze video van mijn top 10 van attracties leuk? Ja, er zaten wel veel achtbanen in. Er zaten ook wel twee of drie andere attracties in. Maar vinden jullie dit sowieso leuk? Geef zoveel mogelijk blauwe duimpjes omhoog. En hieronder kun je ergens abonneren. Laat alsjeblieft een leuke reactie achter. En jullie kunnen me ook volgen op Instagram. En je weet wel. En blijf sowieso abonneren op mijn kanaal. Er komen nog veel leuke, toffe video's aan. Dus ik zou zeggen, tot de volgende video. Lekker!